Mijn naam is Anja Schreier, ik ben arts maatschappij en gezondheid. Na mijn studie geneeskunde ben ik gepromoveerd in de klinische epidemiologie. En daarna heb ik mijn specialisatie tot arts maatschappij en gezondheid gevolgd in Utrecht. Daarna heb ik meerdere jaren in de publieke gezondheid gewerkt. En nu ben ik medisch directeur van het Pandemic and Disaster Preparedness Center. Mijn rol binnen het PDPC is als artsmaatschappij en gezondheid de verbinding te zoeken tussen cure, care, public health, maar ook het translationele onderzoek vorm te geven. Dus de vertaalslag van het fundamentele onderzoek naar de praktijk, maar ook in de driehoek beleid, praktijk en onderzoek de samenwerking te zoeken in de academische werkplaats die we opzetten binnen de PDPC Academy. Het Pandemic and Disaster Preparedness Center vervult een hiaat die er nu nog niet is. Eigenlijk is het bijzonder dat het er nog niet was. Het PDPC is belangrijk omdat we een kenniscentrum nodig hebben dat op een interdisciplinaire manier in de frontlinie onderzoek doet naar hoe wij kennis kunnen verzamelen op het gebied van pandemieën, maar ook op het gebied van rampen. En wij geloven en wij denken dat het beter is om dat niet in je eigen silo te doen, maar om dat samen te doen. En dat je op die manier kennissynthese aan de voorkant doet, waarmee je de krachten bundelt en ook tot betere adviezen, beter onderzoek en betere resultaten komt, die uiteindelijk zorgen voor een bredere, duurzamere impact.